Ja, bij me hier is de disorder, maar stel jezelf eventjes wat uitgebreider voor. Nou, welkom kijkers. Mijn naam is Mitchell. Ik ben inmiddels 38 jaar oud. Begonnen met draaien op mijn 14e. Nou, dan moet je van denken dat dat gewoon twee normale CD-spelers waren. En dan pauze, play, pauze, play, pauze, play. Om maar gelijk te komen. Op mijn 15e de horeca ingerold. Achter de bar gaan staan. En zodoende kunnen sparen voor mijn eerste draaitafel. En ik Kijk. zeg draaitafel, want dat ging per stuk. Dus je kocht er één en dan had je nog steeds die normale CD-speler, één platenspeler en dan doorsparen voor de tweede. Ja. Zo, daar was je er vroeg bij. En waar kunnen de mensen de disorder van kennen? Ja, ik heb de disorder valt het meeste in de hardere stijlen van tegenwoordig. Ik ben, moet ik het even goed zeggen, ooit bij een radiostation, een online radiostation begonnen, Veer FM. Daarvoor nog Hard FM, toen werd het Veer FM. Zijn wel twee verschillende zenders. Veer FM werd vrij groot. Toen heb ik daar, nou, ik denk dat ik daar 2006 ben begonnen. Vanaf 2009 heb ik daar een eigen radioshow gehad, Too Dangerous Show, samen met een goede vriend van mij, Tony. Vroeger bekend als DJ Tony in de Jump en in de Hard zelfs als Dozer. Nou Ik ja. denk dat we dat een jaar of twee gedaan hebben. Toen kwam de Buma en de Stemra, die kwamen geld halen. En dat werd toch wel een probleem voor het radiostation. En ja, ik heb op Pussy Lounge gedraaid. Harmony of Hardcore, Seventh Sunday Festival. Ja, nog wel een paar van die leuke feesten. Heb ik mijn kunsten mogen vertonen. Mooi zo. En ja, dat is het eigenlijk wel eens een beetje. Ja. Hey, wanneer heb jij nou voor het laatst een vinyl-only set gedraaid? Dat is dit jaar nog geweest. Dat was in april, zeg ik dat goed? Ja, april. Op een privéfeestje. In een hele leuke loods. 2,5 uur vinyls te draaien met Tony. Oh ja, nou, dat is nog vers in het geheugen. Heel Half vers. jaar, halfjaartje geleden, dus hartstikke goed. Hey, en heb je nou in jouw eigen collectie of buiten jouw collectie een plaat die zegt, nou, dat vind ik echt de tofste vinyl dansbare plaat die er is? Ah, ik pak hem er even bij. Dat is ja, in het genre waar ik het meest in draai, toch wel een knaller. Kan als techno gezien worden, kan als jump gezien worden, als early hardstyle, maar dat is deze. Aha, Ik hoop Armani en Ghost. dat het beeld niet, dat ik zie het in Ja, spiegelbeeld nee, natuurlijk. hij gaat goed. Maar dit is Airport. Ja, is eigenlijk wel een klappertje. En waar ik draai en als ik hem dan draai, dan gaat eigenlijk altijd het dak er wel af. Dus dit is wel een van mijn all-time favorites. Ik heb er twee, ik heb er eigenlijk drie. Ik heb ook nog de remix vinyl. Die ligt hier ook nog ergens. Maar ik heb twee originele. Kijk, nou, altijd één reserve. Dat is mooi. En ja, heb je nog iets op je verlanglijstje staan dat je zegt, ja, nou, die vinylplaat die ontbreekt echt nog in mijn collectie? Ja, dat is Direct Disco van SO Project. Ik heb natuurlijk wel de digitale versie, maar ik wil toch ooit die vinyl hebben. Gewoon Ja. hebben. Oké, nou, dat kwam er heel snel uit. Er zijn ook collega-DJ's die hebben er nog honderden die ze willen hebben. En anderen zeggen, nee, ik wil juist afbouwen en hou op. Dus mooi dat je dat zo scherp hebt. En ja, dan is heel binnenkort, 19 tot 21 oktober, de derde editie alweer van de ADE Random Vinyl Marathon. En jij bent er voor het eerst bij. Ja. Super fijn, echt ook last minute. Hartelijk dank dat je erin wil springen. Bedankt voor de En uitnodiging. ja, voor de mensen die denken van, wat kunnen we nou verwachten van 90 minuten The Disorder? Wat ga je doen? Nou, ik ga even terug naar de tijd, of in de tijd dat ik begon met vinyl kopen. Dus dan hebben we het over, 99, 2000. Toen ben ik een beetje begonnen. Nou, wat kocht ik toen? Nou, toen kocht ik muziek van de Clubheads, Tiësto, een beetje de trance, muziek, Rank One, dat soort platen. En toen de trance mij iets te veel melodieus, te veel breaks werd, toen ben ik gaan zoeken. Toen werd het wat stevigere muziek, hard house, hard trance, techno. En toen kwam in 2002 kwam hardstyle opzetten. En toen was ik verliefd. En ja, leuk feit van nu.
wat wij toen in 2002, 3, 4 gehoord hebben, komt nu weer helemaal terug in de hard techno scene. Reverse bass, gated kicks, dat komt weer allemaal terug, maar wordt nu gezien als hard techno, terwijl wij dat 20 jaar geleden ook al hadden. Dus ik ga een beetje die kant op. Ik zal niet te hard gaan, want ik draai in de ochtend, dus rustig aan. Dus ik zal niet te hard gaan, maar misschien nog een beetje jump erbij. En gewoon de muziek die ik heel veel gedraaid heb toen ik net begon, dus 20 jaar geleden. Ja. Nou ja, je draait hem half elf hoor. Het wordt tijd dat de mensen dan wakker worden. Dus leef je uit. En super gaaf. Ik ben echt heel benieuwd. En nogmaals, super dank dat je erbij bent. Geen probleem. We gaan je zien. Helemaal top. Tot volgende week. Tot dan.